superadvertentie. Jo kennen ze wel, die liedse advertenties in de supermerk. Te keep of te keep vregen, wij gingen erop aan. Deze keer... In de advertentie stond schaatsen voor zwakke enkels. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Die schoen die erin zitten. Dat was steviger dan die schoen. En dan kun je het samen doen. En hoe vaak heb je ze zelf gebruikt? Ja, dat lijkt je het net zo vol, want ja, dat weet je niet. Maar ik ben er zelf mooi. Ik weet het net zeker, maar voor mij moet het helemaal niet. Nee, toen dat net meer. Nee. Maar we kennen het nog nooit. Niet zo lang. Nou, net zo heel lang, maar ja, wanneer dat weer de kinken krijgt meer. Want het per hier had ik niet weten mee geweest, blijft dat. Nee, nou, zo negen. Nou? Wanneer heb je ze gekocht? 98. En ik hier, en toen heb je het heen gekocht en die steek buiten. Liek als je man wilde jou ik je reden kwijt. Waarom? Nou, dit ben hoge noorden. En hoge noorden, nou dat lukte me in het laatst net meer. Krijg of een, wordt het wat minder, dus heb ik zoeken als mijn man voor zwakke enkels dus kocht. Nou, en dat staat een land uit te schaatsen. Maar ja, zie je wil ik wat ouder. Dus je gaat ook net zo hele vier meer en je gaat ook net zo lang meer. Maar ik ben nog wel aan het schaatsen thuis. Op een ijsbaan hier in Staven hoop ik nog lang. Een beetje deur te schaatsen op die schaatsen. Maar deze ben hege noorden en daar kon ik niet meer zo goed meer op rijden. Nou, en gelukkig hebben ze dat uitvonden. Voor zwakke enkels dus. En kon jou de schaatsen van je man net overnemen? Nee, die ben te groot. Helaas. Ik heb maat 37, dan werd het hem net. Nou, dus. Wat moet u jouw schaatsen kastje? Nou, rond de 10 euro meer wat kan ik net voor hebben. Nee, we zijn ook al is nog een beetje minder man ook. Maar ik zijn niet voor al te min, maar ook niet voor al te duur.